Kai. Dat is Kai. Ik rustig. Ja, rustig. Dat is Kai. Hey, uit die stoel vandaan. Ga je uit die stoel? Hallo. Hey, heb je wat gezegd? Uit die stoelsnot. Ja, lieve vrienden, jullie zien mij al weer zitten. En ik zie ook dat het al een beetje donker gaat worden, maar dat maakt niet uit. En dan zit er hier eentje achter met de piepen. Ja, Sky is in de schuur. Die is met mijn booster bezig. En daar zit onze Anna, lekker met Elwing, te grollen en te doen. Doei. Dan kom dan. Een hele, hele goede namiddag, lieve vrienden. Welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag zaterdag, de 28e van de 10e, 2023. En we leven alweer, ja, reet, schrik niet. 16:36. Ik ben niet net uit bed. Nee, ik heb de meisjes ook al uitgelaten, et cetera. Ik zit wel even aan een broodje en een bakje koffie. Ik verga van de hoofdpijn en dan krijg ik straks ook nog een huis vol visite. Ja, ken je dat? Nou ja, maakt ook niet uit. Dat ja, Sky die belde of ik thuis was en of het goed was dat hij kwam. Ja, waarom niet? Hoe heet het? Mario die komt. Samen met Anna, die blijven hier een patatje eten samen met mij. Ja, wat? Ik weet het allemaal even niet. En ik moet nog een vlog opmaken en ik ben nou aan het delen. Eerst met de short, daarna moet ik de vlog nog delen. Dus ja, het zit hem eventjes niet tot hier, maar tot daar. Maar ja, komt allemaal wel weer goed. En dan kun je wel zeggen van, nou dan bel je toch af. Nou nee, zo ben ik ook weer niet. Ik lig niet ziek op mijn bed of wat dan ook, weet je. Maar ik had eigenlijk helemaal nergens zin in. Maar ja, het geschiet zo. En het zijn toch je vrienden, dus ja. Laat maar komen, dus dan ben je er ook maar weer vanaf. Rijka! En we komen in die stoel. Dat is Kai. Dat is Kai. Ja, rustig. Dat is Kai. Hey, uit die stoel vandaan. Ga je uit die stoel? Hallo. Hey, heb je wat gezegd? Uit die snot. Even dus, dat is schat. Hij is schat. Komt straks nog meer visite hoor. Oh, helemaal goed toch? Ja. Helemaal goed toch? Maar in ieder geval. Een bakje en koffie komen drinken. Ja. Weer broodje. Ja. Lekker. Lekker. Ja. Dan moet denk ik het kopjes afgewassen worden. Want ja, het staat er allemaal nog. Ja, nou, dan ga ik het zo toch eens even doen. Is goed. Want ik heb schele hoofdpijn. Wat is er? Wat zijn jullie zenuwlappig? Ja, maar ze zijn ook nog nat. Die hoofdbuik op de kop gaat. Ja, hij. Dus ja, dat dus lieve vrienden, dus de eerste is er al. Ja, man, ik ga weer verder met mijn broodje even op te eten. Die andere twee moeten toch nog eerst naar de VOMA toe. Om patat te halen, want ja, we zouden patat eten eigenlijk met z'n tweeën. Maar ja, toen kwam er nog eentje erbij om te vragen. Nou ja, oké. En God Sky, ja, dat is er ook tussendoor. Ik eet straks thuis een portie. Ja, daarom. Die gaat toch weer naar Patrick toe te eten. En dus, maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje mee. Ja, lieve vrienden, jullie zien mij al weer zitten. En ik zie ook dat het al een beetje donker gaat worden, maar dat maakt niet uit. En dan zit er hier eentje achter met de piepen. Ja, Sky is in de schuur. Die is met mijn booster bezig. En daar zit onze Anna, lekker met Elwing, te krolen en te doen. Doei. Nou, kom dan!
je mag op de stoel. Je mag wel bij. Kom op mijne. Mag niet op de stoel. Toe. Nee. Hup. Kom bij Mario zitten dan. Kom aan. Ja. Zo dan. Niet in de stoel. Ja, dat mag wel. Ja. Dat mag wel. Stuk geboefte. En hoe is het met jou, Anna? Heel goed. Ja? Mooi. Je ziet er ook heel goed uit. Nou, dankjewel. Graag gedaan, schat. Ja. En die ziet er ook goed uit. Hè? Ja, die heeft lekker wandelen gehad. Die heeft het naar de zin. Ja. Die heeft het heerlijk naar de zin. Ja, heerlijk. Het is een lieve hond. Heel lief hondje. Ja, ze zijn allebei lief, hè? Ja, ze zijn allebei lief. Vind ik ook. Allebei lieve schatjes. Hè? Nou, hè? Ja, hè. Ja. Ben je ook een schatje? Ik ben een engeltje. Het is de liefste, hè? De liefste, ben de liefste. Ja, kijk, gaat die met z'n open liggen van ik ben ook lief. Nou, het is zo, als er met mij wat gebeurt, dan is zij er als het eerste bij. Ja. En zij niet. Zij blijft slapen, zij wordt wakker. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. Ze is alert. Zij is alert, ja. Alert hondje. Ja, dat moet maar ik had haar ook als het eerste in huis, hè? Ja. Jij. Ja, maar ze is wel beter geworden. Wat bedoel je beter? Ze is een beetje ziek, toch? Ja, nou ja, dat is al vaker. Het is een klein maagje. Als ze een keertje te veel eet of ze heeft gras gegeten of wat dan ook. Ja, dan moet het er wel weer uit. Ja. Dat is logisch. Ja, ze gras gegeten. Ja, dat is gezond. Ze heeft nou af en toe, geloof ik, denk ik, groeipijn. Oh. Dat kan bij een dier net zo goed gebeuren. Oké. Dus ze is jong nog, hè? Nou ja, jong, wat heet jong? Hé? 5 jaar? Ja, zo'n 4, 5 jaar zo. Oh ja. Ja, dat is nog jong toch? Moet ik even in de paspoort kijken, hè? Om ja. Nog? Exacte leeftijd weten we. Dat is helemaal niet zo belangrijk. Hé? Nee? Van Elwing weten we dat wel. Ja. Daar komt mijn spinnetje. Oh jee. Daar was het spinnetje. Ja, en mijn verlichting. Nou ja, donder maar op tafel. Ga je nou op straat? Ik had alleen de... Hè? Ga je zo meteen naar de stad? Nee hoor. Oh. Nee, wat moet ik in de stad doen? Nou, spinnetjes... Nee, dat was afgelopen donderdag, oh, Halloween. Oh, Halloween dag. Ja. Mag op tafel, schat? Ik heb alleen nog de... En gisteren... Vleermuis. De vleermuis, die zit er nog op. Ja, laat die nog maar even zitten. Ik die luik wel. Die kan geen kwaad, die vleermuis. Nee hoor, die zit op mijn scherm. Kijk. Met paperclips. Ja hoor. Dus. Maar oké, lieve schatten. Ik hou van jullie, wisten jullie dat? Ja, wel van jou. Ik van u. Ja, ook van jullie. Allemaal. Mooi. Nou, lieve vrienden, we gaan weer wat anders doen hier. Sluiten. Ja, we gaan weer sluiten. Hè? Sluiten. Rijka? Sluiten die handen. Moet je niet piepen? Moet je niet janken? Hé. Waarom? Doet die dat altijd? Dat doet ze vaak, ja. Dat heb ik jou geleerd. Ja, lief. Ja, moet niet zijn. Hij wil praten. Ja, maar. Ja, maar. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond en smakelijk eten, bon appetit. Ja. En hebben jullie het al op? Mag het wel bekomen. Ja. Zo, lieve vrienden, ja, de tijd is weer aangebroken om naar boven toe te lopen. Ja. Het spoelt hier aan één stuk door. En de meisjes die zijn door Sky uitgelaten. Die zijn gelukkig al wel weer droog. Maar het is geen fijn weer om eruit te gaan. Je kunt het beste naar je bed toe gaan. Lekker gaan slapen. En morgen weer verder bekijken hoe het dan is. Die zegt dat het 1:30 is. Maar dat is het niet. Het is 2:58. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, wel rusten, slaap lekker. Met hele mooie dromen. Uiteraard morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En ik zou zeggen, God die houdt over ons allemaal de wacht. Dus ik zeg gewoon, tot aan de andere kant van de nacht. Doei.